We zijn hier vandaag als Strootbrood bij de fietsvierdaagse en willen graag van de mensen weten of ze op een elektrische fiets gaan of gewoon de gewone fiets nog steeds meenemen. Ik sta bij Susanne Bruins. Hoe ga jij vandaag de fietsvierdaagse doen? Nou, wij gaan vandaag met de elektrische bakfiets. Want hoe bevalt dat? Ja, geweldig. Ik doe er alles mee. Boodschappen, kinderen in vervoeren. Ik zit elke dag op de fiets en we vinden het allemaal heel leuk. We gaan vandaag de kinderroute fietsen van 30 kilometer. Ja. 30 of 45, we dubben nog een beetje. Dat ligt aan de conditie onderweg? Ik ga hem even bekijken, ja. Gewoon de fiets had ik last van, mijn heup en zo. Dus ik heb een elektrische fiets aangeschaft. Heb ik nu een jaar. Ik zeg, ik had gewoon 10 jaar eerder moeten doen. Dus nou kan ik tenminste meer fietsen, anders had ik het niet gekund. Ga je zelf fietsen? Ja. En heb jij dan... Jij hebt nog geen elektrische fiets, toch? Nee. Zo, jij moet met jouw beentjes trappen, hè? Ja. En kun jij dat? Ja. Ja? Heb je al een dagje eerder meegedaan? Ja, na een dag. En hoe ging dat? Goed. Ja. Vond je het leuk? Ja. Oh, goed zo. En je gaat vandaag weer? Ja, dan wil je vandaag weer mee doen. He, de dappere jongen. En zijn vader is vandaag ook nog jarig. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Een elektrische loopfiets. Ja, dat is wel heel bijzonder. En dan gaat u daar het hele eind mee lopen? Nou, nee. Ik ga het hele eind gewoon met ondersteuning rijden. Hoe werkt dat dan? U zet hem aan en u zet uw voeten er gewoon op het plankje en dan kan u meedoen? Nee, ik kan erop... Oplopen gewoon, zonder ondersteuning. Maar dat vind ik heel vervelend. Ja, ja, uiteraard ja. Ik heb dinsdag gefietst, gisteren overgeslagen en donderdag fiets ik. En nu dinsdag 45 kilometer en nu 30 vanwege de warmte. En u doet dat op een gewone fiets, noemen wij dat? Dat valt me prima. Maar dat valt goed. Ik doe het ook aan toerfietsen, dus er is me niks bijzonders dit dus voor mij. Dat bent u zo gewend. Ja, daarom dus. En dat geldt voor u net zo? Ja, inderdaad. En ja, ook nog gewoon lekker op de gewone fiets. En ja, wat vindt u zo fijn aan een gewone fiets? Nou, het is goedkoop natuurlijk. En ja, dat weet ik eigenlijk niet. Gewoon gewenning. Ik sta hier bij iemand die is vanmorgen nog helemaal vanuit Pijnakker naar Almelo gekomen. En die gaat vandaag de 65 kilometer fietsen. Hoe is het om dat op een gewone fiets te doen? Ik weet niet beter. Sorry. Ik fiets wel eens elektrisch, maar dat doe ik in de bergen. Maar hier in Nederland. Ja, gewoon normaal. Ja. Geen problemen? Geen problemen. Nee hoor. En dan zit hij ook niet met die batterij, hè? Nee, inderdaad. Want als die leeg is, kom je nergens. Daar ben ik wel achter. Op een elektrische fiets. En hoe bevalt die? Goed, zeer goed. Ja. Wat gaat u fietsen vandaag? Wij gaan vandaag de 45, dat doen we elke dag. Want u staat hier in de buurt op de camping? Ja, juist. De Hangbring in Broek. Dus, en dat is al 7,5 kilometer, hè? Dan hebben we er al 15 op zitten. Ja. En die elektrische fiets, die hebt u al lang? Ja, dit zijn één van de eerste. Ja, en bevalt zeer goed. Al een dikke 15 jaar. Ah, Dick Slaatjes, jij gaat als lid van Almelo Events, bestuurslid, ga jij zelf ook mee fietsen? Ja. En dat doe jij op een gewone fiets? Pure natuur. Ik doe het helemaal met mijn eigen spierkracht. En dat lukt nog altijd prima? Ik moet wel eerlijk zeggen dat het wel elk jaar minder wordt, maar het gaat nog steeds. Gaat prima. En ik hoop dat een beetje de weersomstandigheden goed zijn, zodat ik het inderdaad vandaag volhou. Ik was van plan de 65 kilometer te doen, want ik wil zoveel mogelijk van de mooie natuur van Twente zien. En daar gaat wel een petje bij op, want, of wordt er goed gesmeerd? Je ziet dat ik de badmuts op heb en voor de veiligheid doe ik maar even een petje op. Want voordat je het weet ben je verbrand. Ja, ik hoor iets over een semi-elektrische fiets. Wat betekent dat? Ja, half elektrisch. Ja, half elektrisch. En wat houdt half elektrisch in? Dat is een grapje. Nee, maar ik moet zelf ook nog wat doen. Oh, u zet hem zo klein dat u altijd zelf wel fietst? Ja, dat wel. Ik neem niet het maximale. Of het moet heel erg stijl worden, dan...
dan wordt het wat moeilijker dan. Hè? Ja, ja. Nee, nu begrijpen we. Ja. Hoeveel gaat u fietsen vandaag? 45. Dus. Heel veel succes. En dat semi, dat moeten de beentjes doen, hè? Dat moeten de beentjes doen, ja. Nee, daar zijn we nou net te oud voor. Dus we gaan heerlijk elektrisch fietsen. En zodoende kan ik nog heel veel fietsen. Ja, want wat gaan jullie vandaag fietsen? Wij gaan 45 kilometer fietsen. Maar dat wordt meestal nog wel een paar kilometer komt erbij. Dus, Hoe komt dat zo? Nou ja, je moet ook van huis hier naartoe komen, hè? Oh, ik dacht, jullie maken een extraatje naar nog een restaurant en nog een restaurant en nog een cafeetje. Laten we dat maar niet doen. Nee, na afloop wel, hoor. Ja, ja. Daar zitten dan we gezellig met z'n allen nog eventjes na te kletsen. En dat kan allemaal omdat jullie extra energie hebben door die elektrische fiets? Ja, zeker, zeker. 45. Succes!